dinsdag. We hebben toch besloten om in twee stukken te doen. Merel en ik zijn nu aan het filmen, of aan het verven. En dat ga ik voor jullie filmen. Mila is ook gearriveerd en ze hebben er net even het stro weggehaald, zoals jullie zien, en het de mest. En we hebben alles daar vandaan gehaald en we zijn nu bezig met dit onder dat ding, want dat was echt een verschrikking. Ja. En we zijn alles nu een beetje aan het opruimen. Zo zien de deuren eruit. We hebben ze geverfd. Dit is de nieuwe. En dat is de oude. Die hebben we ook gewoon even een lakje verf gedaan. En zo ziet het er nu uit. We gaan het ding terug weghalen. Nieuwe deur. Ja. Nou, wij zijn nu even hier met z'n drieën. Want Jan en zo. En hoe heet die? Henk. Die zijn Leo, toch? De mannen. Die eten. In de kantine. En dit is dus geworden. Dit hebben we allemaal weggegooid. Dit is onze afval en zo. Dit hebben we allemaal weggegooid. Ja, er komt nog veel meer aan. Dit was een of andere elektriciteit. Dat is echt heel handig. En hier gaat iemand even de deur krijgen. Ja. En we hebben deze twee deuren geverfd. En dit moet er allemaal nog bij. Dus dat is heel erg veel. Maar goed, dat komt allemaal goed. En dat ga ik zo even meehelpen. Ik heb daarnet nog even geverfd. Dit is helemaal leeg, dit hieronder. En dat boven is helemaal leeg. De mesthoop is helemaal leeg. En dit heb ik geverfd, hieronder. Dit. En daar aan de andere kant. Zoals jullie zien. En als ze terugkomen, dan vragen we even of we dit ook even mogen verven, deze deur. Want dan ziet het er wat beter uit. Want nu is het echt geen idee waarom dit er staat. Geen idee. Maar ik ga nu even helpen met die meiden. Want anders zijn we zo klaar. En dan kunnen we even lekker ons eigen dingetje doen. We hebben er net alles in de... in het ding gedaan. Zoals jullie zien, dit is al de troep van onze stal. En dat is echt niet normaal hoeveel dat er zijn. Biem. We hebben hieronder het helemaal strak gemaakt. En daarboven. Dus ik denk dat Lot ook wel heel erg blij gaat zijn. Karton. Ja, dat Lot ook wel heel erg. Ik denk dat Lot ook heel erg blij gaat zijn. Omdat, is het helemaal leeg? Ja, maar is dit leeg? Zo, dat was hem. En dan gaan we dit even opvouwen. En dan is het klaar. Nou, hoi, ik ben weer terug thuis. En ik ben nog even met Jan en met Henk... naar de stort toe geweest om alles vuil te brengen. Merel en Mila die konden niet mee, want hun moesten leren. En Mila die moest naar huis toe, volgens mij. Dus ik ben nog even met hem naar de stort toe geweest. Hebben we alles even opgeruimd. En daarna ben ik ook lekker naar huis toe gegaan. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer. Doei!